We zijn bij de 42e fietsvierdaagse van Heemskerk en hier bij ons staat Henk Walter. Henk, hoe gaat het tot nu toe? Hoe zijn de inschrijvingen? Nou, de inschrijvingen zijn prima. Het loopt lekker nu, maar dat is altijd op maandagochtend. Het is altijd druk, eerste dag. Maar we hebben ook voorinschrijving gedaan en dat was ook succesvol. Vrijdagavond doen we dat, tussen 6 en 8. Toen hadden we 115 inschrijvingen. En zaterdagochtend hebben we ook een inschrijving gedaan, tussen 10 en 12. En toen hadden we 93, dus we zijn dik tevreden. En vooral ook met het weer natuurlijk, want het is fantastisch mooi weer. Ja, dat is gigantisch. Zijn er ook altijd veel nieuwe deelnemers of zijn er altijd deelnemers die elk jaar terugkomen? We hebben heel veel mensen die fietsen dus elk jaar gewoon mee. Die komen dus hele bekende gezichten, maar ook elk jaar weer nieuwe gezichten. Het zijn elke dag andere routes. Welke mooie routes zijn er allemaal? We fietsen vandaag de Zuidroute. Dus we gaan met de 40 en de 60 het kanaal over. Morgen fietsen we de Noordroute. Dan gaan we dus naar het noorden. Woensdag is traditioneel de Zaanroute. Er wordt de Zaanroute gefietst. En donderdag fietsen we door Duin. En zijn die elk jaar hetzelfde zo'n beetje? Of, dat is ook de uitdaging om die dus elk jaar dus anders te maken. Ja. Met hoeveel vrijwilligers doe je dit? We doen met een man of 12 op dit moment. Ja. En controleposten? Een stuk of drie, vier? We hebben drie controleposten op de route. En die worden dus bemand door twee personen. En die stempelen dus de hele dag door. Ja. Ja. Maar dat is ook heel gezellig op een controlepost. Zie iedereen weer voorbij komen en dat is erg leuk. Twee diehards staan hier uit Heemskerk die al jarenlang meedoen met deze fietsvierdaagse. Trudy Blijendaal, hoeveel keer doe jij al mee? Nou, ik denk 20. Ik ben de tel eigenlijk kwijt. Want ja, ik fiets eigenlijk niet voor een medaille. Ik doe het eigenlijk meer voor de sportiviteit en de gezelligheid. En, dus ja, ik denk 20 keer als ik zo geteld heb vanmorgen. Nou, dat is heel wat. Maar jij wordt verslagen door Wout. Want Wout, voor de hoeveelste keer doe jij al mee? Voor de 41ste keer. Dus jij bent een propagandist van deze fietsvierdaagse. En welke route vind jij het mooiste? Nou, zelf ben ik helemaal gek van de 60. Maar ik bedoel met mooie route, de Duinroute of de Zaanroute. Wat vind jij mooi, Trudy? Nou, ik vind eigenlijk alle routes het mooist. En de eerste... Nee, is maar één route het mooist. Nou, dan de Duinroute. En jij, Wout? Ja, de Duinroute is echt het mooiste. Ik fiets zelf ook heel veel en dan ga ik op de mountainbike, maar dan ga ik altijd door de duinen heen. Want ik vind het gewoon prachtig, heerlijk, rustig te fietsen. En vooral als je een beetje tijden uitzoekt dat er niet iedereen in de duin is, is gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja. Rob de Boer, het is nu bijna 9:45 en 10:00 sluit de inschrijving. Hoe gaat het tot nu toe? Tot nog toe gaat het vrij aardig. We mogen niet klagen weer. En het is natuurlijk een prachtige dag vandaag. We kunnen het niet mooier treffen. En Peter Wellep, jij zit die briefjes uit te delen. Hoeveel briefjes heb je uitgedeeld vandaag? Ik heb ruim over de 100 briefjes uitgedeeld. Want dat is voor de Zuidroute. Want die is gisteren gecontroleerd. En er waren allemaal bomen op het rijwielpad gevallen. Dus we moesten de route gaan omleggen. En daar zijn we gisteren nog mee bezig geweest. En daardoor hebben we een briefje bij gedaan voor de mensen die 60 kilometer moeten fietsen. Dat ze naar aanleiding van het briefje de vervangende route kunnen gaan fietsen. En hoeveel inschrijvingen heb je totaal? 100 van de 60 en voor de rest? 385 deelnemers. Hier staan vier deelnemers die meedoen al jarenlang met deze fietsvierdaagse. En Rian Buijs, jij staat met een hele sportieve outfit sta jij hier. Volgens mij rij jij wel 120 kilometer vandaag. Nee hoor, 60. Dat vind ik genoeg. 60 en Rijn ook? Nou, samen fietsen we natuurlijk 120, dus wat dat betreft klopt het al een beetje. En Agathe Beentjes, jij fietst met hun mee al jarenlang, hè? Wij doen het al jarenlang. Bank is ermee begonnen. Toen had ik nog de zaak en Bank was 61, toen werkte niet meer. En daarna ben ik gestopt met de zaak. Toen ben ik dus ook alle jaren meegegaan. Ik vind het ontzettend leuk. En welke route vinden jullie het mooiste? De Duinroute is altijd heel erg mooi, richting Alkmaar, Bergen, Schorrel. Ja, het maakt me niet zoveel uit. Als je maar lekker in de gang kan. Nou, ik vind de laatste jaren is deze route die we nu gaan fietsen vind ik ook een hele mooie route. Maar ik vind ook over de Zaanse Schans erg mooi. Er zijn natuurlijk deelnemers die in lange broek en grote hoeden enzovoorts verschijnen. Maar hier heb je wel een echte professionele outfit aan. We proberen zo te blijven, laten we het zo zeggen. Ja. Dus. Maar u fietst veel? Ja, we fietsen vrij veel, ja. En het is trouwens de eerste keer in Heemskerk. Dan zult u nog voor verrassingen komen te staan, want dat is een hele mooie route, hè? Daar komen we dan achter, hè, vooral. Waar komt u vandaan? Daar komen we uit Huizen, bij de Eemshaven, Groningen. Dus, bent u hier op vakantie of bent u hierheen komen fietsen? Nou, wij zijn hier voor 4 dagen fietsen, maar eigenlijk ook om kennissen te bezoeken.
We gaan vanavond naar kennis. Daar hebben we voor 20 jaar geleden mee in Indonesië gefietst met Champion. Nou, er zijn heel veel deelnemers in Oud-Geest, maar ik heb nog niet een dierlijke deelnemer gezien. Hoe vind jij het om mee te doen? Hij geeft weinig antwoord. Zeg jij het maar. Ja, hij vindt het wel leuk hoor. Als hij maar mee mag, dan is het het beste. Ja, hij wil graag mee. Is het voor de eerste keer of al meerdere keren? Nee, hij is altijd nog mee geweest. Hij gaat altijd mee. Dus hij is het wel gewend dan, hè? Ja, wel hoor. We fietsen vaak 60, 70 kilometer. Dus hij zit af en toe stoppen we bij water en krijgt hij water. Dus komt goed. Ik ga met mijn twee kinderen fietsen. Nou, dat is wel heel uniek. Is dat voor de eerste keer dat je dat doet? Ik neem aan met hem wel. Hij gaat voor de eerste keer en Annemieke die gaat voor de derde keer. Voor de derde keer al? Dus jij hebt al heel veel ervaring. Vind je het leuk? Ja. Heb jij er wel goed ingesmeerd? Want je zit een beetje bloot op de fiets. Ja. Heeft mama daarvoor gezorgd, hè? Goed insmeren. En lekker eten en drinken onderweg. En misschien wel een ijsje en zo. Ja. We hebben hier bij ons staan Piet Sauer. Piet, je hebt een tropische hoed op. Het lijkt wel of je gaat fietsen naar Thailand, maar gaat lekker hier in de duinen en in de Zaanstreek fietsen. Maar waarom heb je die tropische hoed op? Nou, ik heb een oedeem gehad aan mijn oor en dat is een kankergezwel geweest. Het is geen pretje om het weg te laten halen. En ik heb hier en daar een plek op de benen en de armen. En zodoende ga ik me beter beschermen daarop. Je wordt ouder, ik ben 81 jaar. En dat is voor mij een teken, wie ook kijk uit voor jezelf. Dat de rest leven wat je nog hebt, daar moet je mee uitkijken. Ik hou gewoon handschoentjes aan, ik haal de vingers eraf en zo kan ik even goed nog het een en ander doen. Nou, op naar een leuke dag, hè? Ja, hij gaat toch nou weer gewoon door. Veel plezier, hè? Jullie ook vandaag. Kijk.